Zo lang heb ik het even gestoord. Mijn vader kwam binnen. Niet erg. Maar ja, ik heb het plafond even afgemaakt ondertussen. En het ziet er mooi uit alvast. En hier komen dan chests op. En dan komt hier... Tak. Wacht, dat klopt niet. Laat me even checken. Dus dit wordt één lager te komen. En dan weet ik hoe het werkt. Komt het hier zo op en komt hier ook zo. We kunnen hier chesten. Ja, zo wordt het. Oh, ik heb geen hacker meegenomen. Oké, in ieder geval crafting table maken. Die doe ik hier. En dump ik deze bovenop. Mooi, hier komen de farms. Dus hier komt straks een deur. Maar die moet ik nog maken. En... Nou, ga je verder boven nu. Ik heb het vergeten. Ik plaats die tijdelijk even. Aangezien dat het makkelijk is om te plaatsen. Aan duurt echt een eeuw. Vind ik. Oh. Die. Zo dan. Perfect. Zo. Doe het hier nog een keer. En ja, dat is alweer weg. En dan wordt het best wel nice. Neem deze weer. Hup, boom, 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 boom. Perfectissimo. Zeg je weer dan. Oké, haal het even weg. En het gaat best makkelijk en snel het huis bouwen. En deze kant nog. En hier komt de raam in. En hier komt straks een raam in, die ik even moet halen. Ah, kut. Spring. Nee. Spring. Mooi. Oh. Ah, dit weer. Laat het goed. Nee. Kom op, wat is je probleem? Waarom moet dat nou? Goed. Perfect, zo. Oh. Oh wacht, ik moest eentje hoger. Ben ik weer handig. Oh nee, deze, zo is wel goed. Er komen hier nog slabs en heb ik echt te weinig van. Ja, echt te weinig. Of is het misschien wel nice als we het zo doen. Ik zal even kijken. Ah, kom op. Dat is beter. Oké, dat is helemaal goed. En zo is eigenlijk de bedoeling dat we het zo doen, maar of is dit beter?
denk toch die, aangezien het ook veel makkelijker is om te. Doe ik even dit even, wat dat gas lijkt. Het is ook makkelijker te plaatsen. Denk ik. Ja. Zo, perfect. Kijk, daar zit gaan. Nee. Hier is ingaan. Oké, je moet er nog wat andere brick slabs hebben, aangezien. Dan moet natuurlijk een dak op te komen. Dit werkt allemaal mooi. Perfectissimo. Daar heb ik er 6 van, dus dat is niet genoeg. Nee, dat is niet genoeg. Ik heb er nog 3 nodig. Oké, en haal ik nog een dispenser op. En dit komt hier. Komt hier een pad. Dan laat ik dan het ding even op en ben ik zo terug. En ik wil nog even iets anders doen tussendoor. En ondertussen is dat één aan het smelten. Ik had er al heel lang geleden TNT geplaatst, niet heel lang geleden. Ongeveer voor mij 5 uur geleden al. En het gaan we maar mooi even aansteken. En er komt daar ook het gedeelte van de dierenfarm. Nice. En hier komt mij de cave in. Ja. Oké, okay, mooi. Gaan we even naar boven. En ik ben bijna level 30. En wat ik ga enchanten. Enchanten doen gewoon. Een shovel. Nee. Ik duivel dus deze nieuwe shovel. Pickaxe of een zwaard. Ik denk geen zwaard aangezien ik net een nieuwe heb. Ik denk toch een pickaxe. Dan sluit ik dit even af. Light. We don't have light, mate. En de kip is gegroeid, mooi. En waar zijn mijn torches? Dan maken we wel wat. Perfectissimo. Oké, doen we dit zo. Eén, twee, drie. Dat is genoeg. Zo, we hebben geen mobs hier. Dat te geven om lekker XP te krijgen. En wil ik zo even level 30 enchant doen. Dan geef ik eens naar de case bij de XP farm. Nice. En dan ga ik nu eventjes naar terug naar het huisje en ben ik zo terug. En ik ben er weer. En net kan nog eventjes in de base, toen ik net klaar was om te vertrekken, een creeper chillen en blies zichzelf op. Dat is niet zo nice, maar ja. En ik heb dit nog even meegenomen. 2 dispensers. En doe ik dit hier. En dan komt dit hier. Zo. Schiet deze iets uit en de deur gaat open. En nu gaat de deur open, schiet deze iets uit. Oftewel, een koelkast. We kunnen hier nog een cauldron maken.
Pressure plate. Een sign. Oh, ik heb geen fans case meegenomen. En craft melody. Even kijken hoe dit hoe het deed. Het is nog geen farm. Dit is farm. Dit is farm. Dit. Oh wacht, misschien is het handig om een internet spring te maken. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2. Maar klopt dit? Moet ik nog één naar achteren? Dit nog even weg, anders kunnen mobs er overheen springen. En dit ook niet. Dat onze oogst eraan gaat, door van die rotbeesten. Zodat de creeper gezellig had 3 chesten opblies. Er zijn allemaal chests een beetje rotzooi. Ik moet ze een keer beter ordenen als ik een chest room heb. Daar heb ik heel veel redstone voor nodig. En ook wat slimes. Maar dat komt wel. Dan nemen we deze. 1, 2, hier. Hier zo. Ik vind deze best wel nice, deze cobblestone muren. Het geeft iets realistisch aan de game. Perfect. En ik heb geen gravel bij me. Komt ook doordat de chest het opblies en dan moest ik alles weer. Ik noem mijn inventory het voorbeeld alle spullen die ik net nodig had hiervoor en die zijn allemaal weer weggegaan. Zit dan nu weer in chesten, dus ja. Dan kun je even infinite spring. Jij. En dan stack was even. Oké, dan. Dan plaatsen we wat bloemen. En toen ik heb de red rose vergeten. Oké, hier komt een pad langs. Dan gaan we lekker rollen. Dat is dus dit. En doen we 5 rijen met wheat, 5 rijen met aardappelen en 5 rijen met wortels. En ik heb nog helemaal geen aardappelen, ik heb maar eentje. Maar ja, niet dat het erg is. En aardappelen zelf geven maar een halve dingetje, oftewel 1 full point. Als je baks geven ze 3, dacht ik, en wortelen geven ze 2,5.
Dat is voor het brood. Best wel chill. En pumpkin pie schrijven 4. En ik vind pumpkin pies is nu mijn favoriete voedsel. En ik heb namelijk meer pumpkins. Dan moet ik dan een goede pumpkin farm gaan maken. En dan wordt het chill. En ook niet te vergeten is licht. Dat moet er nog even bij komen hier. Dus dat gaan we doen. Dus dan doen we dit. Dat is het water weg, fijn. Oké, we hebben weer in het spring, zucht. Mooi. Spring die kop. Ja, nice. Hou we dit weer allemaal terug. Oh. Weer verkeerde, hup. Die. Dan pakken we torches. En ik heb torches. En net genoeg dat ik er 1 overhoud. Wacht even. Zo. Het is wat iets beter. Perfect. Dan doen we de aardappelen in deze rij. En dat boommieren we even. Zo. En als je eet, krijg je inderdaad dus een halve bij. Ik kan het niet heel goed duidelijk aantonen nu eigenlijk. Ja, neem van mij aan of kijk naar de wiki. En de wortels doen we hier dan. En dan de seeds. Ik wil signs bij doen. Dat kan niet zo. Oh. Wheat. Oh, wacht wel. Soms ook eens wheat en wortels. Dus kan bij het gans in het Nederlands doen. Aardappelen. Oh. Oh, als het draait, dat wil ik niet. Gaan, gewoon lekker op zijn Nederlands. Mooi. Dan zeg ik, deze farm is af, maar het gebouw zelf nog niet. Dus laten we gaan. En dan moet er nog een cauldron. Oh, de ramen die kan ik nu even plaatsen.
Hier komt een deur. Een houten. Want hier toch geen zombies kunnen komen. Doe ik hier een houten. Zo. Oh. Perfect. En erboven, ja, absoluut niet gebeuren. Oh, wow, ik had ze ook dat ze vorige moeten gebruiken. Efficiëntie, daar is efficiëntie. En we zijn level 30. En dan wil ik straks even soort afsluiten met een chance aan level 30 op een timer pick. En dan vind ik het wel genoeg voor vandaag. Of voor deze episode. Dit is een best lange episode. Ja. Maar ja, ik vind het huisje mooi gelukt. Zo ziet het van buiten eruit. Je hebt hier een mooie non-automatische weed farm. Helemaal beschermd door kobbelstone muren. Je kunt alleen spiders naar binnen komen. Dat is wel een nadeel. Je kan er ook overheen springen. Maar ik ga zo lekker veilig naar binnen. Als er dan toch een mob binnen kan spawnen. En hier koelkast, nog een koelkast, hier komt de cauldron. En hier de farm. En dan doe ik even snel wat boommeel. Want ik wil nog even wat eten hebben voor ik naar huis ren. Dat doe ik dit wel even. Dit wil ik dus niet hebben. Je moet dit ook even op een of andere manier willen kunnen voorkomen. Dus mijn oog is een beetje te kapot te maken. Maar ja, dan gaan we naar het huis terugkeren. Ik ga even snel klaarmaken van een chant. Leef in het veven en ben zo terug. Oké, zit er nu ongeveer een stuk of 20 in. Dus ja, laat even ze crushen. En zo het enige achtergrondgeluid. Ik heb net een muziek gehoord aangezet bij mijn zusje verjaardagfeestje. Dus ik verklaar het wat. Hier zei ze zouden we het makkelijk moeten redden. Ja. Net niet. Hey. Helemaal man. Niet fijn. Kom op, weg. Oké, dank je. We zijn terug. Oké, laten we de level 30 enchant gaan doen. Oh. Hier langs. Laat het een fortune 3 zijn met inbreking 3 en efficiency 4. Wow. Precies hetgene waarvan ik het wou wat het zou zijn. Oh, zo, wacht even. En hiermee, let op dames en heren. Kijk dit cool. Boom, 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 boom. Super snel. 7000 blocks kun je mee hakken. Heel veel krijg je erdoor. Dus ik ga. Ja, dus deze episode, de volgende episode, heel veel offline de hele cave uit mesten, wat ik dus net ook hier dus net deed. Ach, elke oor weghalen. En dan zullen we zien wat het allemaal oplevert. Ik denk iets van 10 stack coal, meer. Met dit ding wel 20 stack coal. Maar ja, dat zullen we allemaal zien in de volgende episode. Dus bedankt voor het kijken en de groeten.